Volgende onderwerp. Ja, ja. Okay. Ja, herinnert u zich nog de oorlogsbeelden van dit proces? Het was, meen ik, in Haarlem. Ja. En er waren 170 tanks rond dat gerechtsgebouw geposteerd. Ja. Uit angst voor wraak van de drugsmafia. Ja, maar heeft niks geholpen, want er zijn vormfouten gemaakt. In ieder geval, de beide verdachten, een Colombiaan en een Braziliaan, zijn vrijgelaten. Verdacht haastig vrijgelaten. Hij was 12 jaar weg, zei ze. Dus Heersbalin zegt, dat wordt niets meer met die strijd tegen de drugshandel in Nederland. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar de Antillen. Misschien lukt het daar wel. Daar sturen we het leger heen, de marine. Ja. Naar de Antillen. Het gekke is dat Relus ter Beek daar nog niks van heeft gezegd. Rebus zegt niks, hè? Nee. Maar ik begrijp dat wel. Wat? Die wil die 170 tanks houden. Die denkt, dan sturen we ze naar de Antillen. Zo grijpt dat allemaal in elkaar. Zo zit dat, hoor. Je moet even die verbanden leggen, maar dan begrijp je veel meer. Voor nog meer naadjes van de kous over naar Aad van der Naad in het Haagse café Vita Nova. Te bereiken met lijn 2 en lijn 8, als ik me niet vergis. Aad, goedenavond. Mensen, goedenavond. Aad. We gaan het sneller, jongens. Oh, zo. Vlieg zo'n week of. Voor mij, voor je die stromen nieuws, je kent er maar een paar onderwerpjes eigenlijk uitlichten. Ja, je moet even de verbanden leggen. Ja. Neem nou de commissie Deetman. Ja. Er is iets mis met het functioneren van de parlementaire democratie. Ja. Commissie Deetman heeft maanden gestudeerd op het functioneren van de parlementaire democratie. Wat is er uitgekomen, Aad? Dat er iets mis is met het functioneren van de parlementaire democratie. Nou, dat is niet mis. Dus voornaamste conclusie, er moet gestudeerd worden op het functioneren van de parlementaire democratie. Ja, dat is een begin. Dat is een begin. Nou, daar heb ik een kort commentaar op. Ja. Commissie Deetman. Huh? Ja, heel Europa van de week in rep en roer. Over dat Gladio, geheim netwerk van de NATO of de CIA, wapenopslagplaatsen enzovoort enzovoort. Heeft Nederland dat nou ook? Nee, zegt Lubbers, nou ja, een heel klein netwerkje, maar dat stelt niet veel voor. Nou, zegt Ria Bekkers van GroenLinks, stelt een heleboel voor. Ja, Nederland heeft een militaire poot van de geheime dienst. Bekkers heeft contact gehad met 6 informanten over deze zaak. En die geven een ander beeld van de organisatie dan premier Lubbers in zijn brief schetst, zegt Bekkers. Mijn overtuiging is, na de gesprekken die ik heb gevoerd, dat er een militaire poot bestaat die bedoeld is om sabotage te plegen. En dat die er nog steeds is. En dat ook wapenopslagplaatsen er nog steeds zijn. Ik zou voor de camera en ook in de Kamer nooit dingen zeggen waar ik niet heel erg zeker over ben dat ik die kan zeggen. Geheimzinnig, hè, doet Ria met haar informanten. Nou, mensen, er zit niks geheimzinnigs aan. Want mijn informanten hadden hem zo gevonden. De militaire poot van de geheime dienst. En hij zit hier naast me, dat is kapitein De Winter. Ik zou zeggen, kapitein, vertel het eens. Ja, graag. In de allereerste plaats vind ik het buitengewoon stuitend dat mevrouw Bekkers over homoseksuele militairen in het leger praat als over militaire poten, net nu de homoseksueel binnen het leger wat uit de kast is kunnen komen. In de tweede plaats vraag ik mij af, wie zijn haar informanten dan wel? Mevrouw Bekker, herstellen, mevrouw Bekkers zegt dat zij in de Kamer en voor de camera altijd de waarheid spreekt. Maar de namen van degenen die mij als militaire poot hebben verlinkt, geeft zij niet. Dus houdt mevrouw Bekkers er misschien zelf een geheim netwerkje op na? Dat kan natuurlijk niet, dan kun je niet in het geheim blijven functioneren als een Kamerlid zelf een geheime dienst opricht. Want dan krijg je een geheime dienst om de gedachten te bepalen. En voor de rest vind ik dat mevrouw Bekkers sprekend lijkt op Miss Marples in dat mantelpak. Die is nooit opgevallen. Nou was dit weer de wijk van minister Hansje Alders. En hij verbaasde iedereen door op een hoorzitting, geloof ik, ineens met 2 lege flessen wijn boven tafel te komen. Ja, nou zit hij hier ook naast me, Hansje Alders, niet weg te branden uit Vita Nova. Nee, was die gast nog wel aan. Wat was dat nou met die flessen wijn, Hansje? Was je nou alweer in de carnavalstemming? Nee, Aad, ik zal het jou uitleggen. Ja. Kijk, zo'n flessen wijn. Nee, wacht even, Hansje. Het ging over de gescheiden afval. Ja. Schiet me nou te binnen. Ja. We zagen in het journaal ineens weer van die vrolijke bakken. Ja. Die vrolijke afvalbakken met die lachende hoofden. Welke smurf heb dat nou toch verzonnen, Hansje? Die lachende bakken. Jullie zien Nederland als één grote Efteling, maar het is oorlog, Hansje. Het is oorlog in het milieu. Ja, het is een milieuoorlog, dat weet ik ook wel aan. En oorlog is nooit een pretje.
Dus als je er wat vrolijkheid aan toe kan voegen, dan moet je dat niet laten natuurlijk. Hè? De Amerikanen beschilderen ook de gevechtsvliegtuigen met van die enge gezichten. Dus ik dacht, nou mogen wij dan de afvalbak een beetje laten lachen. Oh, dat, dat is het. Ja, aan de andere kant verdien je ook wel een complimentje. Dankjewel, Aad. Hey, je wil tot het jaar 2015 wil jij 835.000 woningen bouwen zonder het groene hart van de Randstad aan te tasten. Dan moet je in het dak blijven. Je wil die woningen dus binnen de gemeentes. Ja. Maar is daar nou nog wel ruimte voor, Hansje? Ik dacht het wel, Aad. Ik dacht het wel. Ik stel je voor dat we even een kijkje gaan nemen. Kun je zelf zien. Eventjes eruit. Even eruit gaan. Nou, graag. Kijken. Oké. Okay. Ja, het gaat dus in deze gemeente en overal in Nederland gaat het om 1,5 kilometer gaat het zo door. Nee? Mm. Dan kun je zeggen, ik maak de huizen hoger, maar dat willen de mensen niet, want zijn ze het idee van hun eigen huis kwijt. En je kunt natuurlijk ook zeggen, nou ik maak de straten smaller. Nee? Omdat de straten in Nederland altijd gebaseerd zijn geweest de laatste tijd op dat auto's elkaar kunnen passeren. Autoverkeer. Als je nou de straten smaller maakt, je zet er een rij huizen dus tussen als het ware. Dan sla je 2 vliegen in 1 klap. De riolering ligt er al, elektriciteit ook. Nee? En de mensen zijn ook gedwongen om gebruik te maken van het openbaar vervoer. He? Dus zeg ik, maak dan een rij huizen tussen hier. Mensen nog ruimte zat. En dan kunnen ze rechtstreeks vanuit het bovenraam zo, in de afvalbakken die je daar weer tussen zet, tussen die rij huizen, kunnen ze gescheiden het huis storten. Dan zeg ik, de woningen die we erbij moeten bouwen, die moeten we bouwen tussen de andere woningen in. En niet buiten de grenzen van de stad. Anders ga je natuurlijk groene hart en natuurgebieden eraan opofferen. Dus bijvoorbeeld daar neemt dus een schitterend meertje waar kinderen zomers kikkervisje kunnen vangen. Mollen kruipen er rond, zit er die hoopjes in het gras. Het is een biotoop van meesjes en mussen. Ik ben niet zo goed in al die vogeltjes. Als je daar dus huizen gaat bouwen, dan ben je op een hele verkeerde manier bezig, geloof ik. He? Ben je er ook mee eens, Aad? Ontzettende zonde zijn. Als zo'n natuurgebied dan opkomt echt naar huizen. Dus je bouwt de huizen in de stad. Niet daar. Prachtig iets erbij, hè? Dan moet je het zomaar zien. Nou, het is fraai allemaal. Dankjewel. Dan zijn dit dus de plannen tot 2015. Ja. Maar dat gescheiden afval, dat kan beginnen in 1994. Heb je het dan feitelijk weer niet over 2018? En kun jij je daar wat bij voorstellen? Dat is toch ernstig abstract allemaal. Ik kan me er best wat bij voorstellen, Aad. Ik kan me er best wat bij voorstellen. En nou kom ik dus met die flessen wijn. Die laat ik natuurlijk niet van niks zien. Het is zo dat ik thuis heb ik een partijtje wijn. Niet zoveel. 12 flessen zijn de Stef. En die zijn opdronken in 1997. Maar houdbaar tot 2015. Dus dan wordt die toekomst ineens een stuk minder abstract. En ik geloof dat als alle Nederlanders een paar goede flessen wijn kopen, dan weten ze waar ze het voor doen. Dat je dus aan het milieu werkt om in 2015 een lekker glaasje wijn te kunnen drinken. Bedankt, Hansje. Nou, mensen. Bier heeft gelukkig geen jaartal. Tot de volgende week, hè.